Hallo, hier is Wendy. Dit is het laatste filmpje wat ik ga maken voor de sjaal van Esther Meyer, de Esmeis Dutch Scarf. En dat is namelijk, hoe maak je franje? Deze leuke franje. Dat ga ik laten zien en je kan hem ook op twee manieren vastmaken. Of je hebt aan de voorkant deze mooie uh, verticale draad. Of je kan hem vastmaken dat je hem dus zo die twee, uh, twee kanten op ziet gaan. Dat zijn twee manieren waarop je hem kan vastmaken. Het is maar net wat je mooi vindt. Vind je de sjaal mooi dat hij zo de franje heeft? Of vind je het mooier dat hij hier rustig die verticale draadjes heeft? Dat is aan jou. Je ziet dat het al klaar ligt. Dus je komt zo terug om te laten zien hoe je de franje vastmaakt. Hoe je de franje zelf kan maken. Dat ze bijna allemaal dezelfde lengte zijn. Dus je komt zo terug met de instructies. Tot zo. Ik ga laten zien hoe je het gaat maken. Jullie zien dat hier al vijf draadjes klaar liggen. Ik heb er inmiddels al een paar vastgemaakt. Zodat jullie zien uh, hoe het eruit ziet. Nou, wat gebruiken we? Ik heb aan Esther gevraagd hoe zij het heeft gedaan. En we pakken een cd-hoesje. Uh, pak iets anders. Als je denkt, ik heb geen, niet zo'n cd-hoesje meer. Of een dvd-hoesje. Dan pak je iets anders. Wat gewoon dat je steeds dezelfde lengte hebt. Daar gaat het om. En als het zo'n mooie rechte geheel is... Kan je blijven wikkelen en dan blijven de draadjes gelijk. Dus wat je gaat doen is om de CD-hoesje heen wikkelen. Zoveel als je nodig hebt. En ik zou het in etappes doen dat je steeds weer op dat hoekje mooi kan draaien. Als je dan genoeg draadjes hebt, dit zijn er natuurlijk niet genoeg, maar ik ga het niet de hele tijd laten zien. Knip je hier in het midden de draadjes allemaal af. En dan heb je allemaal draadjes op dezelfde lengte. Dit is dus. Allemaal geknipt en dat is gelijk aan wat je hier ziet. Dan gaan we hem vastmaken. En vastmaken kan dus, wat ik net zei, op twee manieren. Even mijn haaknaald erbij. Je kan van achter naar voren insteken, en als je dat doet, krijg je deze mooie knoop. Als je andersom insteekt, dus je gaat van, van bovenkant naar onderkant, ga ik hem ook eventjes laten zien, want dan zie je gelijk het verschil. Je neemt de vijf draadjes, als je dus mooi gezorgd hebt dat ze allemaal op gelijke hoogte zijn, kan nooit helemaal. Je zal ook een paar draadjes misschien even een beetje moeten afknippen om het gelijk te krijgen. Dan ga je die vijf draadjes zo met je haaknaald er doorheen halen. Je zorgt dat het gelijk ligt. Dus je ziet dat deze kant wat meer getrokken moet worden. Als het gelijk ligt, trek je hem ietsje omhoog. Dan ga ik hem even rustig laten zien. En dan zorg je dat je het draad. Hier hou je hem open. En je doet hem door zo over je vinger heen. En je haalt dan met je vinger die draadjes door het lusje. En je trekt hem aan. Gaat zometeen nog even rustig voordoen hoor. En dan heb ik één draadje niet. Dat zal je altijd zien voor het filmpje. Maar het gaat erom hoe je hem knoopt. Je ziet dus, als je hem van voor naar achter insteekt, krijg je hem op deze manier. Misschien vind je dat mooi. Ik vind het mooier als hier de verticale draadjes voor zitten. En dan moet je hem dus precies andersom gaan maken. Dus ik kom zometeen terug. Ik ga hem eventjes weer uit elkaar halen. En dan laat ik hem zien zoals ik hem doe. Tot zo. Dan ga ik hem nog eventjes van de andere kant laten zien. We gaan nu van achter naar voren insteken. We gaan de draadjes meenemen. Dus die gaan nu naar achteren. Als je hem hier een beetje ruimte hebt, haal je je haaknaald eruit. Zorg dat je hem hier klaar hebt staan zo. En dan ga je kijken of het hier gelijk is aan deze kant. Dat is wel belangrijk, dat je dus ziet van. Kijk, deze kant is ietsje korter. Dus die trek ik nog een beetje aan. Die hoort daar nog bij. En dan ga je weer kijken. Ligt het recht? Kijk, nu ligt het aardig recht. Deze nog een klein beetje de andere kant op. Het is eventjes fixen, maar dan hoef je ook minder af te knippen. Want anders dan zou je niet gelijk zijn. Kijk, nu zijn ze bijna gelijk. Want je kan het nooit helemaal gelijk. Omdat je met knippen toch misschien uh, wat uh, korter of wat langer laat het draadje. Al knip je dan in het midden, zeg maar. Maar kijk, je hebt hem nu zo en je gaat draadjes open houden. Om je draad heen, die daar hier zit, er overheen. Je haalt hem er tussendoor. Heb je hem, kijk, zie je hoe gelijk die bijna is? Trek je hem aan. En dan heb je je franje gemaakt. Zo maak ik dus de franje. Zo heb ik het van Esther gevraagd: hoe doe jij het? Nou, dit is de manier zoals Esther het gedaan heeft. Hier zie je dat we 5 draadjes gemaakt hebben, dus dat worden er 10 in totaal hier beneden. Denk je, ik wil een grotere, pak je gewoon 7, 9, 11, 13, 15. Hoeveel draadjes jij ook wil en maak hem dan groter. Dus dit was hoe je franjes kan maken. Twee manieren hoe je hem vast kan knopen. Kijk wat jij het mooiste vindt. En dan is dit het laatste filmpje wat je van ons gezien hebt. We zien heel graag jullie foto's terug uh, op de groep die Esther heeft. Esma is Dutch Scarf. Kan je het hier niet zien? Want ik zet hier weer een linkje neer. Tenminste een linkje, een, een tekst neer. Kan je dat niet zien? Kijk dan weer even in de beschrijving uh, waar de groep te vinden is. Ik zal daar een linkje plaatsen dat je naar Facebook kan. Ontzettend bedankt voor het meehaken. We vonden het. Erg leuk om te doen. Er komt hoogstwaarschijnlijk een vervolg: dat we weer of een sjaal of een trui of iets anders gaan haken. Er komt een vervolg. Het neemt echter heel veel tijd in beslag om dit soort filmpjes te maken. Dus daar gaat de tijd in zitten. Uh, Esther is volop bezig met uh, patronen ontwikkelen en bedenken en doen. Dus jullie zien ons zeker weten terug. Wil je ons volgen? Ik heb Esther gevraagd of ze een eigen groepje wilde maken, maar voorlopig nog even niet. Ik mag wel in haar naam op Haakwerkje alle vorderingen laten weten. Dus wil je meer weten over patronen die Esther gaat lanceren, kom dan op Facebookgroep Haakwerkje. Daar kan je de nieuwste informatie altijd weer terugvinden. Of kijk even in mijn blogje op www.haakwerkje.nl/blog. Daar kan je ook de laatste updates vinden waar ik mee bezig ben. Want er komt ook andere calls met Nathalie Visser. En uh, ja, we werken allemaal met elkaar samen, dus dat is ontzettend leuk om te doen. Blijf ons volgen. Bedankt voor het meehaken. Heel leuk dat jullie meegedaan hebben en heel graag tot een volgende keer. Dag.